mensen en welkom terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 aflevering. Ik ben Melvin en we gaan proberen deze aflevering tycoon te worden. Want ja, dat is voor deze aflevering ons doel. We moeten nog 2 vinkjes gaan proberen te krijgen. Het is nog een hele opgave, maar ik heb er volop vertrouwen in. En ik had jullie het beloofd. Dus ja, ik ga het ook zeker weten deze aflevering halen. Dan zijn we eindelijk tycoon in de moeilijkste carrière. Oh mijn god, holy shit. Ik begin net, ik heb net even gekeken naar de 3 dingetjes die we moesten doen. En ik dacht, hey, er staan nog 2 vinkjes, dus we moeten nog 2 vinkjes halen. Maar opeens, pap, boem, pat, bim, pat, explosies overal. Ik weet niet of ik dat erin edit, maar in ieder geval. Opeens hebben wij de bronling van het park van 900 gehaald. Dus nu moeten wij nog maar 1 dingetje halen. En dat is dat wij 11 neushoorns moeten vrijlaten. En we hebben het op dit moment 7, dus wij moeten er nog 4 neushoorns vrijlaten. Dat gaat deze aflevering zeker weten lukken. We hebben op dit moment nog 2 neushoorns hier rondlopen. Als het goed is, waar echt een heleboel scheid ligt. Ik zal gelijk even kijken naar de gezondheid van deze prachtbeesten. Even kijken. We moeten sowieso dus de dieren vrijlaten. En we kunnen de dieren vrijlaten. Dus als wij deze alvast vrijlaten. En die andere gaan we ook vrijlaten. Die staat er helemaal in zijn blijven stop van ik wil niet vrijgelaten worden. Maar ik kan het ook niet doen. Dus dat is jammer. We moeten eerst maar even wachten tot zij, de gezondheid van 95% heeft. Want je kan zo'n dier pas vrijlaten bij een gezondheid van 95%. En enigszins is dat ook logisch. Want je kan niet zomaar denken van hey, dieren hebben geen ene flikker meer aan. Laten we dat maar even lekker buiten zetten. Want dat kan je niet doen. Behalve bij Gerard Joling. Die kan je wel gewoon buiten zetten. Maar we hebben dus nu even Nina neushoorn neergezet. En we hadden hier nog een andere neushoorn. En nu zie ik dat ik per ongeluk 2 dezelfde neushoorns heb neergezet. Wat behoorlijk dom is. Dus deze kunnen we nu vrijlaten. En dan gaan we nu een mannetje neushoorn neerzetten. En dan klopt alles weer. Neushoorn en dan een neushoorn. En dan een mannetje neushoorn. En kijk eens aan, hebben we 2 neushoorns waar we ook mee begonnen. Die 2 moeten wij dan nog deze aflevering gaan vrijlaten. En dan zijn wij motherfucking tycoon. En dat is super vet en super awesome. En gewoon fucking chill. Althans, vraag je het mij. Ik vind het wel super chill. Dus het gaat helemaal goed komen. Nou, wat zal ik dan nog even doen deze aflevering? Op dit moment 2000 euro te besteden. Het is niet het meeste, maar het is wel een leuk bedrag waar we iets mee kunnen doen. En voordat ik er wat mee ga doen, waren een paar mensen die zeiden van Melvin, ga eens in de Powerboa. En dat ga ik dus nu ook doen en kijken hoe het eruit. Oh, we zitten er dus niet eens in. Dus dan gaan we er ook niet in, weet je. Dan weet ik genoeg. Dan weten we genoeg. Dan is er dus helemaal niks in deze hele attractie te zien. Dan zou het wel gewoon letterlijk zwarte beelden zijn. Zoals kijken of we iets kunnen zien. Oh mijn god, ze zitten er wel serieus in. Holy damn. Zie je dat? We kunnen gewoon een beetje glitchen en ze zitten erin en je ziet eigenlijk helemaal niks. Dus eigenlijk is het echt een fucking kut attractie waar je geld voor betaalt, ja. Dat heb je soms wel. Je hebt soms van die attracties op de kermis staan ook. Je betaalt er geld voor, maar dan denk ik van waarvoor heb ik dat geld nou betaald? Hadden wel een keer. Volgens mij heb ik dat ooit wel een keer verteld. Dat was in een booster in Heerenveen. Nou, dan denk ik van leuk booster. Dat duurt wel even een paar minuten. Nou, dat ding heeft een paar rondjes gedraaid. Had je 5 euro voor betaald. 5 euro. Dat is fucking bijna een rip out je life, man. Dat is niet normaal veel. 5 euro dus en hij draaide maar 1 kant op. Dus op een gegeven moment hadden we zulke last van onze poten. Echt omdat al het bloed, die G-kracht ging alleen maar in je benen zitten. En omdat je dan niet terugdraaide was de hele tijd de G-kracht. De G-krachten, oh nee toch. Jawel, de G-krachten. Niet de G-krachten maar van de G-krachten. Die gingen dus heel op je benen. En dat was ook steeds dezelfde beweging die je maakte. Dus dat was fucking beroerd. We kregen gewoon echt last in onze benen. Volgens mij deden ze het erom. Ik heb er niks aan kunnen veranderen. Gelukkig was het wel snel over, maar echt, je merkt het echt aan je bloedstroom lopen. Ik vind het een leuke attractie, maar hoe zij hem draaide, het was gewoon niet meer leuk. Het deed gewoon pijn. En ik vind het niet leuk als een attractie pijn moet doen. Ja, zie, als je nou uit de attractie vliegt, ja, dan is het wat anders. Dan doet het pijn en dan kan je er vrij weinig aan veranderen. Maar hey, als je in een attractie zit, dan vind ik niet dat het pijn hoort te doen. Dan vind ik niet, dat kan echt niet hoor. Nee, dat kan echt niet. Jongen, helemaal in deze tijd niet meer. Terwijl alles zo goed hoort te zijn en zo. Terwijl alles helemaal niet goed is. Slecht hoor. Heel slecht. Nou ja. Ik zou sowieso nog even 1 attractie te plaatsen deze aflevering. Ik weet niet welke attractie. We hebben dit met 2500 euro te besteden. Dus het is een hartstikke mooi getal. Is vast wel iets te zien of te vinden. Waarvan ik denk van, hey, dat is leuk om te plaatsen. Die gaan we even neerzetten. Dus we gaan gewoon even kijken wat we kunnen neerzetten. Ik zie hier een zipper staan. Is 980 euro. Is duur. En duur is niet altijd goed. Maar in dit geval wel. Want dan besteed ik gewoon even een mooi bedrag. Ik ga hem gewoon ergens dikke YOLO hierboven
boven neerzetten op zo'n plateau. Dat kan helaas hier niet. Hier kan het wel. Laten we gewoon hier neerzetten op een plateau. Moet je eens kijken. Vliegt dat ding daar zo half? Ik vind het wel wat hebben. Doen we even een ingangetje en een uitgang. De ingang doen wij in deze. En dan waar gaan we neerzetten? Hier zo, weet ik veel. De uitgang doen we aan de andere kant. Nou, hier maar. Doet me niet zoveel. En dan plaatsen we even daar... voetpad, of wacht, we doen hem gewoon hier. Ja, we gaan de uitgang gaan verplaatsen. En de ingang die gaan we dan zo doen. Psyche, moet eens kijken. Wacht, dan wil ik hem wel die kant op hebben. Ja, kijk, zo wil ik hem. Moet eens kijken. Zal ik nog even de uitgang verplaatsen? Die doen we dan hierheen. En tada, dan hebben wij een prachtige attractie bovenop een afgrond. Wat echt levend gevaarlijk is helemaal. Als je ziet hoe dat ding staat. En ik zie ook nog eens... dat ik hem verkeerd om heb gezet. Maar eigenlijk is dat wel super vet dat ik hem verkeerd om heb gezet. Want dan zit je erin. En dan, ja, dan heb je gewoon echt het gevoel dat je echt boven die afgrond aan. Wat super eng is, maar ook wel super episch. En hoe komt de... hoe de fucking fuck komt hier een dierenverzorger? Waar de hemelsnaam komt dat mens vandaan? Gelijk terug in je verblijf, man. Jongens, jongens. Het lijkt wel een dier dat ontsnapt is. Maar eigenlijk is het geen dier, maar... aan de andere kant ook wel, want het is gewoon een verzorger die eigenlijk al in zijn hutje woont naast een dierenverblijf. Dus eigenlijk kan je het wel beschouwen als een dier. En ik beschouw het gewoon lekker als een dier, dikke YOLO. Nou, hoe gaan we deze attractie noemen? Ik neem altijd wel een serieuze naam, maar ik zat eraan te denken om ook een keer een niet serieus... nou ja, niet dat ik echt serieuze namen neem, maar hey, we kunnen ook een keer echt een hele domme naam gaan nemen. En hoe gaan we deze noemen? Dit gaan we noemen boven de afgrond... boven de afgrond, met een punt erachter. Zo, dat vind ik wel een mooie naam. Doe even een leuk liedje aan. Doen we hem even open, zodat de mensen er toch nog even van kunnen genieten. Doen we het attractiedingetje, doen we €3,50. Want ja, het is toch wel levensgevaarlijk deze attractie. En om je leven daar nou voor te wagen, vind ik toch wel dat je er even €3 voor over moet hebben. Dus mooi zo, mensen gaan er wel €3,50 betalen. Althans, dat hoop ik. Dat zien we vanzelf wel. Het is wel een beetje gevaarlijk, maar dat zeg ik nu al heel vaak. Dus eigenlijk is het helemaal niet gevaarlijk, maar toch is het wel gevaarlijk. Maar dat maakt niet uit. Ik zet even wat leuke plantjes hier neer. Zodat de mensen ook nog even denken van, goh, ze denken ook nog aan de omgeving hier. Ja, dat denken aan de omgeving, want ik ben een groen park. Ja, nou niet heel erg groen, maar de mensen die denken dat heel snel. Mensen zijn makkelijk te overtuigen hoor, maar mensen zijn makkelijk te overtuigen. Ik zag Spuiten en Slikken, ja dat is een van de weinig programma's die ik kijk. Het is wel een programma wat misschien meer is voor wat ouderen, wat voor jongere tieners, rond de 16 ongeveer. Maar daarin ging iemand verkopen onder invloed van coke. En het hielp. Het was fucking raar. Het hielp. Hij ging dus gewoon echt fucking domme praatjes geven. En van die telefonische belletjes van, hey, wil je nu dit abonnement? En als je nu ja zegt, dan krijg je 10 euro korting op je tweejarig abonnement. Dit, dat, bladibladi, zus, zo. En er waren serieus mensen die erin trapten. Voordat hij aan de coke was. Coke is trouwens cocaïne, dat snuifje. Voor de mensen die dat allemaal niet weten. Het is niet goed voor je. Het zijn pure chemicaliën. En ik zou zelf ook nooit zoiets gebruiken. En nee, ik zou sowieso nooit harddrugs gebruiken. Ik kan heel makkelijk nee zeggen. Ik ben moeilijk over te halen als het om zulke dingen gaat. Dus ik zou altijd nee zeggen. Maar dat doet er niet toe. Daar heb ik het niet over. Nee. Die kerel die belde dus. En was serieus iemand die ja zei. Van ja is goed. Terwijl het gewoon een fucking oplichterij is eigenlijk. Want het telecombedrijf waar ze het over hadden bestaat niet eens. Nee. En er zijn de mensen die erin geloven. Zo goed gelovig zijn mensen. Het is eigenlijk niet gezond als je erover nadenkt. Nee, die koken is ook niet gezond. Maar ook, het is gewoon dom dat mensen zo snel goed gelovig zijn. En ja, ik ben eigenlijk niet zo snel goed gelovig. En aan de ene kant is het wel een voordeel. Maar aan de andere kant, dan kan je ook heel snel gaan twijfelen als iemand iets zegt en het is waar. En je denkt van, is helemaal niet waar. Terwijl het wel waar is. Het zijn ook van die dingen, dat heb je dan wel heel snel als je niet echt goed gelovig bent. Dus dat is dan wel weer een nadeel eraan. Maar over het algemeen, ja, het is voor de rest niet echt nadelisch. Nadelig of zo, dus. Ja. Dat was even een random verhaaltje dat ik had verteld. Vind ik altijd wel leuk om zulke random verhaaltjes even aan jullie kwijt te vertellen. Lekker Nederlands, Melvin, maar ja, dat zijn jullie van mij wel gewend, dus maakt ook niks uit. In ieder geval, ik zie hier nog een super episch attractie. Het lijkt me nog wel episch om hier in te gaan trouwens. Het ziet er wel een beetje episch uit, draait een beetje, armpje gaat omhoog naar beneden, draait je rondje hier en daar. Een 360 graden attractie, we gaan er gewoon in, weet je, dikke YOLO. En daarna gaan we even kijken of wij onze neushoorns kunnen verkopen, want als we onze neushoorns hebben verkocht... dan zijn we binnen. Dan hebben wij gewoon Tycoon gehaald. Ja, binnen. Piep, piep.
spinnen. Want wij zijn fucking rijk. YouTube money smijten overal tegenaan. Sorry. Zal ik nooit meer doen. Nee, dat was heel erg random, al vraag je mij. In ieder geval, we zitten in een attractie. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het ziet er wel super episch uit. Ik ben nog nooit in zo'n attractie in het echt geweest. Dus dit is een perfecte simulatie ervoor. Want het ziet er ook super realistisch uit, dit spel. Moet je eens kijken. Ook helemaal nergens van die hoekige dingen, hoekige punten. Holy shit. Opeens zit de hele halve attractie vol. Oh mijn god, en we gaan ook. Oké, ik weet niet of ik hier een speciale modus voor moet doen. Oh ja, we gaan de stoel in de speciale attractie. Oh wow. Holy damn. Dit is wel super episch. Holy fucking hell. Wat gaat er zo meteen gebeuren? We draaien rondjes. We draaien rondjes. Oh mijn hemeltje lief. What the fuck gebeurt er? Holy damn. Hoe vinden zij het? Ze zitten hier gewoon met een dikke pokerface in een attractie. Zou ik ook met pokerface in een attractie gaan? Dat is mijn pokerface, even voor de duidelijkheid. Maar holy damn, wat is dit een rare, maar wel super epische attractie. Ik heb er nu alweer genoeg van gehad. Dus we gaan er wel weer gewoon uit. Hoe kunnen we dat doen? Oh, nu heb ik op S gedrukt. Dat was niet de bedoeling, sorry daarvoor. Nou ja, hey, we zijn wel uit de attractie. Dus ongeluk, nee, geluk bij het ongeluk, zeggen ze dan wel eens. Mooi zo, dat was ook echt de bedoeling hoor. Nee, dat was echt de bedoeling, geloof mij. Maar ja, komt wel wat goed, die komt wel wat goed. Nou ja, ik weet niet. Zullen we zo maar even gaan kijken of we deze neushoorns vrij kunnen laten. Dit neushoorntje kunnen wij op dit moment vrij laten. Dus dat is super episch, super awesome. Dan gaan we gewoon tycoon worden deze aflevering. Hij duurde dan niet super lang. Maar we moeten zometeen nog wel een keuze gaan maken. En die keuze gaan jullie voor mij maken. Want jullie mogen straks kiezen welke carrière ik ga starten. Want we hebben nog voor mij 5 te gaan of zo. Ik weet niet. Of 4. Een van beide. Een getal. Of 6. Ik heb ook geen flow idee. Als ik heel eerlijk ben. Dat zien we zometeen wel als we in het menu zijn. In ieder geval. Dan hebben we nog maar een paar dingen te gaan. En dan op een gegeven moment dan is de serie gestopt. Dan is het einde serie. Dan moeten we een nieuw spel vinden. Maar hey, dat nu nog fucking lang. We gaan nu gewoon nog dit even doen. En dan komt het helemaal goed. Maar wat ik net al zei. Ik denk dat ik nu maar de neushoorns ga vrijlaten. We laten nu eerst. Hoe heet die? Nina laten we vrij. Nina, je was een superleuke neushoorn. Ik heb zeer genoten van jou. En van je scheid. Want je hebt fucking veel gescheet. Want jullie beesten die scheiden echt erop los. Nina, bedankt. En tot ziens. En ik hoop dat je heel veel leuke vriendjes kan maken in het wild. Doei Nina. En dan gaan we nu het andere dier vrijlaten. Dit is Nichol. Nichol is een neushoorn die ook heel lang bij ons in het park is geweest. Eigenlijk was het misschien 10 minuten in deze aflevering. Maar het gaat om het idee. Het gaat om het idee. Nichol was een leuke neushoorn. Heeft veel met Nina kunnen neuken. En ook heeft echt een heleboel gescheten. Dus bedankt ervoor. Want dan hadden mijn werknemers werk. En dat is zo. En dat hoort zo. En dat is helemaal goed. Dus Nichol, bedankt voor al je scheid. En bedankt voor al je geld dat we hebben kunnen verdienen aan jou. Omdat mensen naar jou hebben gekeken. Nichol, we hebben nog maar één ding te zeggen tegen jou. En dat is ook doei en bedankt. Want door jou zijn we nu fucking... Tycoon. Daar gaan we dan. Ja mensen, we zijn eindelijk Tycoon. Het is ons gelukt na een heleboel afleveringen. Het begon in het begin een beetje langzaam in deze carrière. Maar op het einde gingen we echt als een stijgende lijn omhoog. En we gingen gewoon super snel. We gingen hard. We gingen helemaal lekker. We gingen los. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard. Ik ga lekker. Ik ga los. Ja, ja. Hey. Nou, in ieder geval, we zijn Tycoon geworden. Super mooi. Er is een nieuw achtbaanontwerp beschikbaar. Nou, dat boeit me geen ene ruk. Weet je wat me wel een ruk boeit. Zo nog trouwens even één overview van het park nemen. Moet je eens kijken hoe episch het park is geworden. We hebben 3 achtbanen gebouwd, verschillende attracties, leuke bosjes en gewoon dierenverblijven. En ik ben er zeer trots op. En bedankt voor jullie al jullie hulp. Want zonder jullie was ik zeker niet in deze aflevering Tycoon geworden. In ieder geval, we gaan even opslaan. En dan zie ik jullie zo meteen even terug in het hoofdmenu. Want dan gaan jullie voor mij de keuze maken welke carrière ik hierna moet gaan doen. Tot zo. Oké, mensen, ik zit nu in het menu van Rollercoaster Tycoon 3. We hebben nog 6 missies te gaan. Of carrière modussen te gaan. Voordat deze serie gaan geëindigd worden. Dus we hebben nog een heleboel afleveringen op de planning staan. In ieder geval, we hebben 3 groene slotjes waar jullie nu mogen uit gaan kiezen. En ik zal even voor jullie voor gaan lezen wat er allemaal tussen zit. Ik heb hem nu staan op struisvogelboerderij. Deze hebben we er al heel lang staan. En jullie hebben hem nog steeds niet massaal gekozen. En misschien gaat dat deze keer wel gebeuren. In ieder geval, deze struisvogelboerderij op de savanne is niet zo lang geleden op de markt gekomen. En kan jouw kip met gouden eieren zijn. De ideale omgeving voor grote dieren te dieren. Maar een
mogelijke plek voor een pretpark. Haal je kop uit het zand en verander deze onderneming in een succes. Dus dat is de stroosvogelboerderij. De struisvogelboerderij, ja, dat zeg ik. Dan hebben we de insectenwereld. De vorige eigenaar had een insectenobsessie. Zoals je kan zien aan de mierenheuvel die hij in het park heeft gebouwd. Tegenslagen alom tot de bank ingreep. Nu krijg jij zijn park en zijn schulden. Je moet als een bezige bij aan de slag om succesvol te zijn. Dat is dus de insectenwereld. En dan hebben we nog de verloren land van de dinosaurus. Het verloren land van de dinosaurus is ontdekt door sergeant majoor Jan Smits. En is het land van de beroemde Krijtberg. Het land was gedoemd uit te sterven. Maar neemt nu de teugels en verandert het verloren land van de dinosaurus in het land van de successosaurus. Mensen, ik ga dit keer geen voorkeur geven. Ik ga jullie nu echt op de basis van wat ik heb het voorgelezen kiezen. Of dat gaan jullie dan doen. Jullie gaan nu kiezen voor mij welke van de drie ik moet gaan doen. De meeste stemmen gelden. Dus mensen, laat het achter. Struisvogelboerderij, insectenwereld of dinosaurus. Of ja, je mag ook de hele titel noemen. Maar dinosaurus vind ik genoeg. Dan kan ik even mooi tellen. En dan zien jullie de volgende aflevering wel welke het gaat worden. In ieder geval mensen, ik bedank jullie benieuwd voor het kijken naar deze aflevering. Doe een duimpje omhoog voor die support. Doe 2 duimpjes omhoog. Omdat wij nu gewoon tycoon zijn geworden in keiharde achtbanen. Super awesome, super chill. Laat een leuke reactie achter beneden in de comment section. Met welke carrière modus jij wil zien. En ben je nog niet geabonneerd op mij? Wil je meer Rollercoaster Tycoon 3 zien? Of meer andere afleveringen, meer andere series? Laat dan even een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. Want dan ben jij altijd op de hoogte van mijn video's. En dan was dat weer een hele falende outro van mij. Nee, abonneer dus even. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... doei mensen!